allemaal en welkom weer bij een nieuwe video van mij. Mocht je mij voor het eerst bekijken, hoi, mijn naam is Marit, ik ben 21 jaar en ik maak vooral video's over dingen die ik leuk vind. Ik hou van songfestival, concerten, festivals, shoppen, leuke dagjes weg en dat vlog ik op mijn YouTube kanaal. Dus in ieder geval welkom op mijn kanaal, vergeet je niet te abonneren en een duimpje omhoog te doen als je het dus leuk vindt. En vandaag heb ik een Shein of Shine Shop vlog voor jullie. Iedereen spreekt het anders uit, er ontstaan altijd discussies of het wel of niet moet uitspreken. Ik spreek het in ieder geval uit als Shein, dus vanaf deze video, vanaf dit moment spreek ik het gewoon even uit als Shein. Ik kwam er namelijk achter dat ik best wel weinig zomerkleding had. Het werd een beetje warm weer. Toen ging ik dus een beetje kijken van oké, zou ik dit aandoen of dit aandoen? En toen kwam ik eigenlijk maar op een paar keuzes. En toen dacht ik, ik heb geen leuke jurkjes of jumpsuits of playsuits. En toen kwam ik eigenlijk achter van oké, ik moet wel echt mijn zomergarderobe gewoon aanpassen. En gewoon lekker gaan shoppen bij Shein. En dat heb ik dus ook gedaan. En dat kunnen jullie zien in deze shopvlog. Het allereerste item wat ik heb gekocht is dit superleuke spencertje. Hij is wel een beetje cropped. Daar kwam ik ook later achter dat ik dacht, hij is wel een beetje cropped. Maar op zich nog best wel heel erg leuk. Het is gewoon een heel dun stofje. Dus je kan hem ook gewoon in de lente of in de zomer aandoen. Het is dus niet echt een hele dikke spencer waar je het super warm van krijgt. Maar ik vond hem echt super schattig. Alle prijzen zou ik ook meteen even hieronder zetten. En ik heb alles gekocht in een maat L. Omdat ik niet zeker wist wat voor maat ik had. En toen dacht ik, ja, ik koop gewoon alles in L. Ik heb liever gewoon oversized en gewoon groot. Dan dat het dus te klein zit. Dus ik heb gewoon automatisch alles gekocht in een L'tje. Dit is dus het eerste dingetje wat ik heb gekocht. Vond ik echt super schattig. En ik heb nu de spencer aangetrokken. Let vooral niet op mijn bruine en verbrande huid. Ik ben heel erg verbrand. Het is echt heel erg slecht. Dus in ieder geval, zoals je hier zo ziet, ik ben heel erg rood. En mijn armen zijn ook een beetje rood, ja, en een beetje bruin. Maar let daar vooral even niet op. Het gaat om de spencer in ieder geval. Ik heb nu de spencer aangetrokken met een leuk wit broekje eronder. Ik vind het een heel erg leuke outfit. Normaal droeg ik eigenlijk nooit spencers, maar ik vind het eigenlijk wel heel erg schattig staan. Dus deze is in ieder geval geslaagd. En dan heb ik meteen nog een spencer gekocht. En deze is eigenlijk nog dunner dan die vorige. Hij is ook gewoon weer heel cropped. Ik weet niet zo heel goed wat ik van deze moet vinden. Ik vond hem eigenlijk leuker op de website dan dat ik hem in het echt zie. Maar hij is wel heel dun. Dus je kan hem eigenlijk inderdaad ook gewoon gebruiken voor in de zomer. En hij heeft gewoon super leuke kleurtjes. Dus ja, ik moet nog even kijken hoe ik dit ga stylen. Maar ik vind hem in ieder geval wel heel schattig. Ik heb nu de spencer aangetrokken, maar ik weet niet zo heel goed wat ik ervan moet vinden. Ik vind het wel leuk, maar ik weet niet zo goed hoe ik het heel erg moet stylen. Dus als je een goede tip hebt om een spencer te stylen, laat het vooral even weten. Ik heb hem dus nu gewoon met een wit broekje en niks eronder eigenlijk aangedaan. Maar je kan natuurlijk ook met een wit blouseje of een wit t-shirt. Ik weet het nog niet zo heel erg goed. Maar ja, hij is in ieder geval wel lekker luchtig. Dat vind ik wel fijn. Dat kan ik ook lekker in de zomer zo aandoen. Laat vooral even weten hoe jullie deze zouden stylen. En dan het volgende item wat echt super fijn is als het echt heel erg warm weer is. Want deze is heel erg dun. Hij schijnt niet heel erg door. Dus dat is heel erg fijn. Maar het is wel een heel erg dun stofje. Dus super fijn als het bijvoorbeeld 35 graden wordt of 40 graden of... ja, gewoon de temperatuur in Nederland in de zomer. Dus daar heb ik het vooral voor gehaald. Het beetje Ibiza vibes met hier wat leuke kraaltjes en echt een leuk patroontje. En hieronder dus ook een patroontje. Dus dit is echt een ideale jurk voor in de zomer. En zoals ik al zei, deze is echt ideaal als het zo meteen 40 graden is. Hij sluit namelijk niet aan. Hij zit echt heerlijk alsof het een soort van nachtjapon is. Hij is echt super wijd. Echt heel erg fijn. Dun stofje, maar schijnt ook gewoon lekker niet door. Dus als je nog iets zoekt voor als het 40 graden is, ga zeker even deze kopen. Want het is echt ideaal. Ja, deze hier ga ik echt goed gebruik van maken, denk ik. En bij dit jurkje vond ik vooral de mouwtjes echt heel erg schattig. Hij heeft ook een touwtje die je er omheen kan doen. Die heb ik even hier bovenin gedaan. Die kan je er dus ook gewoon omheen doen. Om hem wat strakker te maken. Het is gewoon een normale lengte. Een beetje iets wijder aan de onderkant. Maar dit is echt gewoon een ideaal zomerjurkje. Dit is echt super schattig. Hij is een beetje roze met ja, donkerroze bloemetjes met groen erin. Heel erg leuk patroontje. Kijk even hoe leuk dit jurkje is. Hij sluit echt perfect aan en hij heeft echt gewoon hier een leuke strik en goede lengte ook. Hij schijnt niet door. Nou, hier ben ik echt heel erg blij mee. Ja, dus als je nog een leuk jurkje zoekt, moet je deze echt zeker halen. Hij is echt top. Kwaliteit voelt goed. Echt helemaal fijn.
En dan heb ik ook een leuke playsuit gekocht. Dit is roze met wit. Echt heel erg leuk. En ik wil meteen van die mouwtjes. Nou, je ziet precies waar ik van hou. Deze is ook heel erg dun, maar deze schijnt wel een beetje door. Dus ik zou gewoon een huidskleurige BH en een huidskleurige onderbroek eronder doen. Want er schijnt wel een beetje door. Maar ik vond het maar echt heel erg leuk. Lekker wijd, lekker zomers. Ideaal voor in de zomer en voor het warme weer. En dit is het roze pakje. Ook weer met die leuke mouwtjes. Bij deze zit er nou ook wel een knoopje ervoor, zodat je hem dicht kan doen. Er zit dus ook geen wit in, dus je moet even zo yoga-achtig moet je erin komen. Maar als je erin zit, is hij echt helemaal goed. Dan sluit hij ook gewoon perfect aan. Dus dat is wel echt ideaal. Ik vind de maat eigenlijk wel gewoon prima. Zit heel erg leuk. Schijnt een klein beetje door, maar niet helemaal. Dus dat is wel echt heel erg fijn. En dan meteen door naar de volgende playsuit. En zoals je wellicht al weet, is geel mijn favoriete kleur. Ik heb zomerjas, regenjas, nog een winterjas, soort van herfsttussenjas. Geel is echt mijn favoriete kleur. Dus er moest natuurlijk iets geels worden gekocht. En dat is deze leuke playsuit. Hij lijkt een beetje op de vorige. Ook weer van die leuke pofmouwtjes. En ook weer een kleurtje met een witte. En deze heeft ook een ritje aan de achterkant. Zodat je er makkelijker kan inkomen. Bij deze schijnt ook een beetje door. Dus ook gewoon een huidskleurige onderbroek en BH eronder doen. Maar echt super voor in de zomer. Hij is gewoon echt heel erg luchtig. En ideaal voor het warme weer. Ik vind hem echt super schattig. En dit is de leuke gele jumpsuit. Hij moet sowieso denk ik nog een beetje uit vorm komen. Want dit dingetje... Die kaats is de hele tijd terug. Ik heb natuurlijk heel erg lang gewoon weer naar Nederland gereisd. Ik had hem denk ik misschien wel inderdaad gewoon eentje kleiner kunnen kopen. Maar op de een of andere manier vind ik dit ook wel echt helemaal prima. Hij is dus lekker zierig. Schijnt dus wel een beetje door, dus daar moet je opletten. Maar hij is echt gewoon prima. Gewoon lekker, lekker zierig. En dan heb ik ook nog gewoon één los broekje gekocht. En dat is deze leuke broek. Hij heeft ook weer gewoon duikjes aan de zijkant. Zodat je hem strakker kan maken. Hij zit heel erg wijd. En hier aan de bovenkant zit dus ook gewoon elastiek. Wat echt super fijn aansluit. Dus dit is gewoon een heel erg leuk broekje. En die zou ik dus waarschijnlijk gewoon dragen met een wit t-shirt. Wat ik nu ook aan heb. En dan voor in de zomer. Echt heel erg leuk. En nu heb ik het broekje aangedaan. Zoals je ziet hier is hij super strak. Heeft hij een leuk elastiekje zodat hij goed blijft vastzitten. Je kan hem dus vastmaken met een knoopje of je kan dit ook gewoon eraf halen. Hier zo schijnt hij niet door. Hier wel een beetje, maar dat maakt niet heel erg uit. Dus hij zit gewoon echt super zwierig en fijn. En ja, heel erg blij mee. En dan gaan we over naar mijn favoriete aanwinst. Ik heb namelijk dit leuke jurkje gekocht. Hij is lila en hij heeft een heel erg leuk patroontje. Een beetje stiksels heeft hij erop zitten. En hij sluit echt super mooi aan. Hij heeft een mooie lengte en hij schijnt niet door. Hier werd ik echt heel erg blij mee. Dus waarschijnlijk ga ik deze nog halen en dan ook in een andere kleur. Omdat hij dus zo mooi aansluit. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ook voor een hele leuke prijs. Dus ja, deze is zeker echt een aanrader. Met dit jurkje ben ik dus zo ongelooflijk blij mee. Hij is zo leuk. Hij schijnt ook gewoon niet door. En hij past ook gewoon echt precies. Nou, hier ben ik echt super blij mee. Echt, ja, heel erg blij mee. En dan heb ik ook nog een setje sieraden gekocht. Dit kettingje wat je hier zo ziet heb ik om. En ze kwamen met z'n drieën. Gewoon losse kettingjes. Dan heb ik ook nog deze leuke gekocht. Ook superleuk in een ja, soort van pastelkleurtjes bij elkaar. Met kraaltjes. En dan heb ik ook nog deze. Die heeft gewoon doorzichtige pareltjes. En ook weer met dezelfde leuke kleurtjes. Ook weer gewoon pastelkleurtjes. Daar ben ik heel erg blij mee. Deze past in ieder geval ook heel erg leuk bij mijn pak. Dus dat is echt heel erg leuk. Dus ik ga deze waarschijnlijk echt super vaak dragen. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Mocht je deze video dus leuk vinden, vergeet dus niet om je duimpje omhoog te doen. Dat zou ik heel erg fijn vinden als je dat doet. En gewoon ook lekker abonneren. Duimpjes omhoog. Laat even weten welke favoriet van jou is. Of heb je wel eens iets op Shein of Shine besteld. Zet het even lekker in de comments. En dan zie ik jullie bij een volgende video weer. Doei!